Bij de Larikslaan ligt veel materiaal dat de firma Van Gelder gaat gebruiken om het glasvezelnetwerk aan te leggen. De hoofdkabels worden met elkaar verbonden en komen van de poplocatie, waarvan er in de gemeente diverse worden geplaatst. Vanaf de hoofdkabels gaat naar ieder huis een glasvezelkabeltje. Verder laat dit filmpje zien hoe de vezel van de straat naar de voordeur gaat. Met deze pneumatische boor wordt een gat gemaakt van de straat naar de voorgevel van het huis. Op deze manier blijven stoepen en tuinen zoals ze zijn. Een soort tuinslang gaat door het gat en zal de glaskabel gaan beschermen onder de grond. De glaskabel wordt een groot aantal meters langer gehouden en opgerold, maar een klein stukje blijft zichtbaar. Dit is makkelijk voor de aansluiting binnenshuis. Als dit allemaal klaar is, wordt de straat weer netjes dichtgemaakt zoals het was en ook nog een beetje aangeveegd.